2015 is voor DSM een overgangsjaar, maar voor de lange termijn denken wij dat die vooruitzichten goed zijn. 2015 hebben ze nogal wat last van de lagere vitamine E-prijzen. Die daling is eigenlijk de laatste jaren ingezet en lijkt nu gelukkig ten einde te komen. Daarnaast de stijging van de Zwitserse franc, waar veel van de productie van vitamine E plaatsvindt. Dat heeft nogal wat geld gekost, maar we denken dat de onderneming wat dat betreft nogal wat maatregelen gaat nemen om uiteindelijk de marge van hun belangrijkste divisie Nutrition weer omhoog te krijgen, maar dat ze niet meer het oude niveau van 20% plus qua EBITDA-marge zullen halen. Daar zullen we eind dit jaar meer over horen vanuit het management. De onderneming heeft heel veel gedesinvesteerd. 70% van de activiteiten hebben nu betrekking op de divisie Nutrition. Ingrediënten voor voeding, zowel voor de mens als dier, als voor baby's en daarnaast ook voor persoonlijke verzorging. En we denken dat in die sector, waar een goed groeiperspectief is, dat er een verdere consolidatie zal gaan plaatsvinden. Veel spelers in die markt zijn allemaal relatief klein, zitten in een bepaald segment van de markt en hebben veelal allerlei verschillende activiteiten onder één dak. Dat had DSM in het verleden ook met name. We zien dat nog steeds bij BASF en bij Bayer. En we denken dat de consolidatie gaat plaatsvinden. Voorlopig denken we eerder echter dat DSM de nadruk zal leggen op het verbeteren van de winstgevendheid, voordat men ook actief aan die consolidatie zal gaan deelnemen. Dat betekent dat we op een andere manier naar de waardebepaling van DSM gekeken hebben. Eigenlijk alle individuele onderdelen de waarde bepaald. Waarbij we ook denken dat de joint ventures op termijn wel verkocht zullen gaan worden. En als we op die manier naar de waardebepaling van DSM kijken, dan komen we tot een waarde van €61 per aandeel. En dat wordt ook het nieuwe koersdoel bij Theodor Gillissen. En we handhaven daarmee ook het aanbevolen advies op DSM.